Lars, ben je er klaar voor? Helemaal. Ik wil 5 correcte zinnen van je horen met de bijbehorende songtitel. Ja. Je mag er 1 keer naast zitten. Hanne, ik ga met jou beginnen. Oké. Mag ik de eerste zin? Een vliegtuig vol rijst en een stoomboot vol fruit. Dan zing jij daarna. We helpen honger de wereld uit. We helpen honger de wereld uit. Ja. We gaan eens even kijken of het zinnetje klopt. Het zinnetje is goed. Ja. Hè, maar uit welk liedje komt dit? Lollipopland. Lollipopland. Ik ken het liedje niet. Later wil ik koningin zijn van een lili-lali-lili-lali lollipopland, waar de suikerspinnen groeien, ja, aan de bomen. Later word ik koningin van een lollipop-lollipop-lollipop-lollipopland. En ik zei al in het begin, ze kunnen heel goed zingen. Klaasje, heb jij er voor ons de tweede zin? Yes. Een hartje dat aan het bonzen gaat, tik, tik, tik. Een hartje dat aan het bonzen gaat, tik, tik, tik. En dan zeg jij erachter. Haast je, want als het stil slaat, is het te laat. Haast je? Wil je nog één keer zeggen? Haast je, want als het stil slaat, is het te laat. We gaan eens even kijken, want ik volgens mij, nou, ik vind hem hartstikke goed hoor. Stilstaat, stilstaat. Ja, hoppakee, prima. Maar, welk liedje? Meiden van de brandweer. Meiden van de brandweer. Er wordt gelijk al geklapt. Er zitten volgens mij heel veel K3-fans achter jou ook. Ja, er zijn ook nog K3-fans. Dacht ik al. Dames, laat eens horen, want ik ken het liedje niet. Leven de meiden van de brandweer. Geen tijd om mij te rusten, ik hoor het al lang weer. Leven de meiden van de brandweer. Iemand wil iemand kussen, als zij die brand niet blussen, hoor je straks enkel nog een zoen. Goed hoor, dat is wel mooi. Marten, ja. Heb je voor ons de derde zin? Maak van die droom realiteit. Maak van die droom realiteit, Lars. En neem hem mee op je vliegend tapijt. De zin is denk ik goed, want de dames zeggen gewoon, ja, ja, het klopt. Laat het zien, jongens. Ja, is goed, maar... Uit welk liedje komt het, Lars? Uit het liedje Alibaba. Alibaba? Ja. Laat het horen, Alibaba. Tjikke, 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 boom, ja. Ik voel de kriebels in mijn buik. Zijn het die lichtjes in mijn haren? Op zoek naar Alibaba's buik. Niks kan me bedaren. Ik voel de kriebels in mijn buik. Zijn het die lichtjes in je ogen? Op zoek naar Alibaba's buik. Stop nu maar, want... Ah. Oké, laat zien wat goed. We gaan het vierde fragment. Hanne, ja. Het volgende fragment wil ik graag van jou horen. Goeie schoenen trouwens. Oh, dank je. Oké, spannend. We vlechten vlechtjes in elkaars haar. En zitten elk om beurt aan het stuur. Weet je dat zeker? Heel zeker. Heel zeker? Heel zeker, ja. Kijk eens even dan. We zitten elk beurt aan het stuur. Kijk nog goed. Uit welk liedje, Lars? K3 Airlines. K3 Airlines. Jongens, kap eens even. De hele fanclub meegenomen. Dames, zing voor ons. Ik vlieg de hele wereld rond. K3 Airlines komt je halen. En je mag ons met een zoen betalen. K3 Airlines komt je halen. Prachtig hoor, echt leuk man. We gaan er nog één doen. En die is voor jou, Klaasje. Ons, yes. Nederlands trots. Ja, is toch zo? Klaasje, kom maar. Met het, Kwam hij aan met een heel escadron. Dat was hem? Ja, dat was hem. Oh, ja, oké. Okay. Kwam hij aan met een heel escadron. Terwijl jij door de gordijnen keek. Oh. Terwijl jij door de gordijnen keek.
Is dat goed? Dat is goed. Uit welk liedje kwam het? Dat komt uit Willem-Alexander. Dat komt uit Willem-Alexander. Is dat goed? Waar zal ik zo'n leuke jongen vinden? Net als koning Willem-Alexander.